Ik had vorige week natuurlijk deze gebouwd. En nou ja, laten we zeggen dat het starten nog niet zo soepel verliep. Iets werkte nog niet. Maar ik heb inmiddels een nieuwe gloeiplug gekocht en een nieuwe starter voor de gloeiplug. Dus ik ga het gewoon opnieuw proberen. Ik ben Emiel, de Practical Engineer. Komt-ie! Die gloeit dus in ieder geval, dat is mooi. Nu kan ik ze gaan aansluiten. Dus... Ik denk dat deze accu niet goed genoeg is, niet sterk genoeg om de motor te starten. Maar dan doen we het met losse accu's, dat kan ook. Ik heb nu twee accu's. Eén accu voor de motor en één accu voor de starter. Kijken hoe dat gaat. Deze weer ertussen. Hij doet het! Hij loopt nog niet mooi, maar hij doet het wel. Poh, wat een lucht. Ik denk dat ik gewoon de brandstofleiding veel te veel dicht had zitten. Oeh. Dus nu moet ik hem gaan tweaken. Moet ik kijken of ik het... ja, dan zorg dat hij mooi gaat lopen. Ik ben super blij dat deze nu werkt. Het was blijkbaar een... het had te maken met de starter, met de gloeiplug. Doordat er veel te veel weerstand zat in die hele motor, kreeg die gewoon niet, ging er niet genoeg stroom lopen en ging er niet gloeien. Of de starter daarvan stuk was, dat weet ik niet. Na mijn test is die nu in ieder geval wel stuk. En de gloeiplug was ook stuk, dus die heb ik ook moeten vervangen. Maar met dit alles werkt die nu dus. Dat is heel vet. Maar... ik zou de Practical Engineer niet zijn als we hier niet wat leuks mee gingen doen. Want ja, zo'n kit in elkaar zetten, dat is heel leuk. Maar dat is niet genoeg natuurlijk. Ik ga hiermee een bieropener maken. Hoe ik dat ga doen, laat ik nog even achterwege. Maar om dat te kunnen doen, moeten we nog wel dit verbinden met de rest. En ik hoorde een paar jaar geleden over een vloeistofkoppeling. Dat zijn eigenlijk twee schijven. Het is iets gecompliceerder dan dat. In vloeistof. En als de ene gaat draaien... dan gaat de ander uiteindelijk meedraaien. En als die wat verder vanaf zit, dan gaat het natuurlijk wat minder snel dan als die er dichtbij zit. En dat wil ik gaan proberen. Daarvoor moet ik eerst een paar dingetjes frezen. Laten we dat gaan doen. Ik ga beginnen met de behuizing. En dat ga ik maken van dit stukje pom. Dat is 40 mm dik. En dan moet eerst 5 mm af. En dan moet hij daar de hele behuizing van gaan frezen. Deze lijkt best wel goed gelukt. Kijk, wat hij dus niet gedaan heeft, is dit randje hier zo. En ik vermoed dat dat gewoon komt omdat ik het materiaal niet heb opgemeten. En dat het dus gewoon wat dikker was dan ik dacht. Er zit nog 1,5 mm op. Als ik hem omdraai en dan het vlak programma nog één keer doe, dan is hij volgens mij redelijk de goede maat. Dat is niet hoe het werkt. Kijk, ik heb nu dus dit geprinte deel en daar deze twee mooie kapjes op.
En dit wordt dus de behuizing van de vloeistofkoppeling. Hierin komen nu die, hierin komt die vloeistof. En wat hier natuurlijk ook in moet zijn, die, ja, ik noem ze maar even rotors. Die schijfjes die aan de twee assen vastkomen. En die ga ik nu frezen uit een stuk pomrondstaf. Die rotors van deze schijfjes, dat wordt best wel tricky. Tenminste, voor mij best wel tricky. Want ik moet ze omdraaien. En dan moeten ze nog precies goed uitgelijnd zijn. En het zijn allemaal kleine dingetjes die ik moet gaan frezen. Dus best wel spannend. Moet je zien. Ga even. Zo, de tape zit erop. En dan moet ik een van deze puntjes, die om precies te zijn, hierop uitlijnen. En dit moet dan dus recht zitten. Dus dan komt die ongeveer zo. Ik hoop dat dit gaat lukken. Want ik ben al de hele ochtend en een groot deel van gisteren al bezig om al die dingen te frezen. Ik wil nou alweer echt wat gaan maken. Eens even kijken, die zo. Dit lijkt echt super goed gegaan. Boven en onder zijn uitgelijnd en die gaten zijn heel mooi uitgekomen. Nu nog met kleine freesje en dan is die helemaal klaar. Moet je zien hoe vet dit geworden is. Kun je dat zien? Even zo. Ja, kijk. Dus hier deze soort van schroepen of dingen om dat water maar mee te nemen. Gaatjes erin voor de coole look. En beide kanten zijn gelijk. Heel vet dat dit gelukt is. Zo, het was even ochtendje frezen, maar ik heb alle delen. En in beide rotors komt hier een as waar ik ook nog een vlak kantje aan moet maken. Maar dit schiet niet op. En met deze stuk harder gaat. Wat ik dus niet snap, hè? Ze zetten er altijd een richting op. En nadat je hem twee keer gebruikt hebt, kun je die hele richting nooit meer zien. Volgens mij zijn deze best wel goed gelukt. Ik kan alleen mijn cirkels nergens vinden. Het lijkt super georganiseerd hier natuurlijk. En het is ook best wel georganiseerd. Alleen het is eigenlijk gewoon te klein voor hoeveel spullen ik hier wil hebben. Dus een aantal dingen liggen op zolder, een aantal dingen liggen hier. En sommige van die dingen die je dus niet zo heel vaak gebruikt, die raak je dan soms kwijt. Maar even goed, kan ik nu wel verder. En ze kloppen qua maten precies met wat ik wilde hebben. Dus ook dat is mooi meegenomen. Ik heb ze toch nog gevonden. Ik had hier nog een bakje staan. En hier, kijk. Daaronder. Daar zijn ze. Kunnen we hem toch nog testen. Dat ziet er gaaf uit, hè? Oep. Ik weet nog niet of het werkt natuurlijk. Maar het ziet er wel zo mooi uit dat het bijna niet meer uitmaakt. Ik kan nu dus deze gaan vullen met olie. En dan kan ik de andere kant erop doen.
En dan kunnen we gaan testen. Ik had eigenlijk vandaag pas bedacht dat hier olie in moest. Nou weet ik dat het normaal met olie gebeurt, maar ik dacht, nou ja, water werkt ook wel. Maar deze assen, dat zijn gewoon stalen assen. Dus die gaan dan roesten. En hier zit natuurlijk ook dat lager in. En ook die is in water natuurlijk niet zo'n heel briljant idee. Maar gelukkig had ik nog een flesje babyolie staan. En zit daar gelukkig weinig kleur aan. Dus dat ziet er denk ik wel mooi uit. En dit is ook niet zo'n hele dikke olie. Dat is ook wel fijn. Dus laten we hem gaan proberen. Disclaimer. Deze olie bevat geen echte baby's. Hij leek het een heel klein beetje uit, waardoor die helemaal mooi vol zit. Maar de vraag is natuurlijk, gaat dit werken? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. En hoe krijg ik die olie weer van mijn handen af? Kijk eens. Als ik langzaam draai, gebeurt er in ieder geval niks. Maar dat zou ook de bedoeling zijn. Pas als je hard gaat en alle vloeistof meegaat, dan... dan moet hij gaan draaien. Laten we dat eens proberen. Ik heb lekkere zachte handjes gekregen. Maar ik ga dit met de boormachine doen. En die draait natuurlijk wel wat minder hard dan die motor. Ik heb alleen nu nog geen manier om dit aan de motor vast te maken. Dus we zullen het met 7200 toeren moeten doen. Is ook niet niks. Dit is best wel heel cool. Je ziet wel dat hij niet super veel torque heeft. Dat hij dat niet overdraagt. Dus je kan hem wel makkelijk stilzetten. Maar het werkt dus wel. En nou gaat deze ongeveer de helft van de snelheid van wat die motor straks gaat doen op volle toeren. Dus dat is natuurlijk wel anders. Ik ben hier best wel heel tevreden over. Het lijkt gewoon te werken namelijk. Met de boormachine haal ik er nog niet superveel torque uit hier en zet je hem vrij snel stil. Maar het overbrengen van de snelheid, dat werkt wel. En ik vermoed dat als we op een hogere snelheid gaan draaien, dat er dus ook meer van de vloeistof mee gaat draaien. En ik dus ook meer kracht hier heb. Maar dat moeten we gaan zien als ik hem aan de motor kan koppelen. En dat kan nu nog niet. Vond je dit nou ook een leuke video? Kijk dan even deze playlist hier. Hier heb ik meer video's ingezet die je dan waarschijnlijk ook leuk vindt. Als je vrienden dit soort video's leuk vinden, deel deze video dan met ze. Zodat zij hem ook kunnen kijken. Zie ik jou volgende week.